Ik heb van die kisten, van die containerkisten van Festool en zo. Die zijn erg handig. Die kan je lekker opstapelen, in elkaar haken. En nou ja, die passen in mijn auto heel mooi. Maar ik heb natuurlijk ook een kist waar ik het losse gereedschap in heb. En die werd veel te zwaar. Dus heb ik een tweede kist voor de iets minder urgente losse gereedschap. Om die ook mee te nemen. Zo'n kist op karwei. Nou, ze worden allebei natuurlijk redelijk zwaar. Want je gaat er steeds meer in doen. Af en toe moet je die even leeghalen om te kijken wat je er eigenlijk in hebt liggen en wat nou niet zo nodig is. Maar ik begin me toch steeds meer te ergeren aan die kisten. Die kisten die zijn langwerpiger als die containerkisten. En ja, die moet je naar het karwei toe kunnen sjouwen. En daar zitten dan schroevendraaiers en de beitels en zo in. Maar dan koop ik zo van die plastic kisten, die, omdat dat plastic is lekker licht. En denk, als je een houten kist hebt, net zoals vroeger, waar ik mee begon, had ik maar één kist waar alles in zat. Maar dat was wel een joekel van een ding die je nauwelijks kon oplichten. Hij stond op een karwei en daar haalde je je gereedschap uit. Maar nu moet ik steeds verhuizen, steeds sjouwen. Dus ik ga steeds maar nadenken, ja, wat is nou de ideale oplossing? Dus daar heb ik van Stanley kisten gekocht en zo. Ik ga eens hier van mijn oudste kist tot nu, ga ik dat eens hier neerzetten. En dan ga ik dat eens bekijken. Deze die gebruik ik nu vooral voor hang- en sluitwerk. Want die heb je. Van boven kan je allerlei schroefjes en dingetjes en voor grendels. En die kan ook. Even kijken, hoe ging dat? Dat wil niet altijd zo. Gaat die openen. Er liggen maar raamsluitingen. En wat van dat soort spul. Meestal staat die in mijn werkplaats, dus die hoef ik niet altijd mee te nemen. Dus een soort verzamelkast, kist van hang- en sluitwerk. Dat is 1. Dit is ook een soort Stanley kist. Die moet je dat handvat zo doen en dan kan die zo open. Nou, die neemt hier weer ruimte in om dat weer te doen. Een handeling extra om dit weer te openen. Ik gebruik deze om de kitten in te bewaren. Dus alles wat met kitten te maken heeft, doe ik hier. Staat ook hier ergens in mijn werkplaats. Deze is ook van Stanley. We hebben dit soort grendels. Heeft zo'n klep. Heb ik zo'n laagje ingemaakt van een kistje. Dit is mijn reservekist voor kleine dingen. Die ik niet vaak gebruik. Op karwei. Rolletje plakband. Deze wil wel eens niet sluiten, omdat dit scheef gaat en dan gaat hij naar een soort plaatje toe en dan krijg je hem niet dicht. Nou, als dat nou niet wil lukken, dan denk ik, nou, ik ga toch eens kijken naar een andere kist. Dat is mijn huidige kist. Hij heeft van boven klepjes voor kleinere dingetjes. Dat lijkt heel handig, voor waar je nou even naar een drevel en een boordje. En erg handig, maar als het regent, gaat het inregenen. Die plastic kisten hebben het grote voordeel dat ze, als ze kunnen in de regen staan, als die dicht is, dan komt er regende niet in. Dat is met die andere Festool kisten ook altijd. Lekker dicht is dicht. Maar dit niet. Dit is niet dicht. Ik heb deze kist ook gekocht omdat die grendel, die leek maar veel handiger. Dat zag er handiger uit, maar deze kist heeft één heel groot nadeel. Als ik hem helemaal open doe, dan gaat dat scharnier niet meer goed. Kijk. En dan wil hij niet meer. Dus als hij zo'n poosje staat, hier is hij al doorgescheurd.
En dan wil die gewoon meer. Dat is een kist van de Gamma. Nou, zou ik je ook niet aanraden. Dus ja, ik gebruik hem nu. En hij is iets hoger dan die andere. Dus nu heb ik hier al 4 verschillende soorten en ik ben nog steeds niet tevreden. Dus ik moet het zelf gaan maken. Ik ga gewoon zelf maken. En als ik nou triplex gebruik wat dun is. En ik zal even het voorbeeld laten zien hoe ik een kist van de HEMA ga maken. Of van de, hoe heet die? IKEA. IKEA Emma heb ik een keer nagemaakt. En dat soort constructie wil ik gaan maken. Kijk, dat is mijn grote emmer. Nagemaakt van IKEA. En het is heel dun triplex. Dat is zo'n 5 mm. Wat heb ik dan gedaan? Even zo laten zien. Even laten rusten. Er zitten hier latjes in de hoek. Die heb ik erin gelijmd. Dus je kan beginnen met één zo'n strookje. Dan lijm je in de hoek een lat. En dan die andere komt er zo tegenaan. Dus helemaal geen spijkers of zo erin. Dat is gewoon met een latje gelijmd. Je kan ook een driehoek latje nemen. Dat zou ook nog kunnen, maar niet per se noodzakelijk. Dit even verdiept gemaakt dat dat handvat er zo in kan, die gelijk komt. Maar je zou, ik zit te denken aan zo'n soort constructie. Want dit heeft in de praktijk toch wel bewezen dat die goed blijft. Heb ik die onderste, die bodemplaat nog stevig gemaakt? Of is het ook zo'n plaatje? Nou ja, je kan de onderkant ook zo maken met een hoeklat. Maar het volgende probleem is, hoe maak je een goede deksel? Ik heb eens een nachtje erover geslapen. En ja, het aanpassen aan die afmetingen van die andere kistjes. En dan de goede greep en hoe zwaar zou je maken. Ik kwam eigenlijk een beetje tot de conclusie van, nou, als ik nou laadjes heb, want het, in een la, een gewone in een kast, en dan gooi je dan spullen in, en dan wordt die stapel groter. Het wordt in je kist ook een stapel die steeds groter wordt. En dan moet je, als je op karwei bent, de helft eruit halen om te kijken wat je hebt. Om te zoeken naar je goede gereedschap. En toen dacht ik, als ik nou kleine compartimenten heb, die je er zo naast kan zetten. Toen dacht ik ook aan Vestool, die heeft een kist met een ding erin, met een handvat, waar allerlei gaatjes in zitten, waar je je gereedschap in kan doen. Dan kan je het in één keer eruit halen. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik zo'n kist maar eens moest kopen. Dat heb ik ondertussen gedaan, die komt eraan, dus die laat ik wel zien. Maar ik ben toch ook weer teruggekomen op mijn eigen kist maken. Ik wil toch, denk ik, in 3 lage kisten doen. Want hoe lager de compartimenten zijn, hoe sneller je het overzicht hebt. Dus ik ga een kist maken van ongeveer de lengte en de breedte die ik een beetje handzaam vind. Ik heb hier mijn oude kist. Die is zo'n 60 centimeter lang. Dus daar ga ik vanuit. En dan ga ik maar niet nadenken of die erin past met die rest van die kisten. Ik ga gewoon kijken wat, ja, eigenlijk een prototype maken. Dus misschien gaat die niet helemaal goed. Maar ik ga gewoon nadenken, wat wil ik? En ga ik hem, en kom ik tot een goed einde dat ik een kist heb die, denk ik, goed functioneert. Dan gebruik ik hem. En dan ga ik kijken in de praktijk wat de nadelen zijn. En dan ga ik weer veranderen. Dus 60 centimeter bij zo'n 25. Kijk. Mijn ontwerp.
vanaf de bovenkant gezien, vanaf de voorkant gezien en vanaf de kopse kant gezien. Dus de hoogte is 10 centimeter of 100 millimeter en alle drie die in elkaar schuiven. Dus die twee kisten kunnen hetzelfde eruit zien, maar ja, dan is, het moet van boven open en onder dicht, dat is het verschil. Hier ziet de bodem anders, maar ik kan wel hout klaarmaken, alvast. Triplex van alle lengtes uitrekenen. Hij wordt 25 centimeter bij 60 centimeter. Is die mooi of is die mooi? Dat is mooi hout. En dat is zo 6, 7 millimeter. Kijk eens of ik nog meer van dit heb. Zodat ik niet straks tekort kom. Nou, hier kan ik al een heel eind mee komen, denk ik. Want dit is zo 30 centimeter, dus ik kan 3 keer 10. Ja, ik denk niet dat ik meer nodig zal hebben. Ik ga toch even kijken voor het geval. Nou, ik heb een schetsje gemaakt van 3 kistjes op elkaar. En ik ben begonnen gewoon met nummer 1, de eerste kist, de bodemkist. Kijk, heb ik hier een beetje uitgeschetst. Ik heb gekeken wat voor materiaal ik heb. Ik heb dat de breedte maat van 25 centimeter heb ik aangepast naar 21, omdat mijn hout niet breder was. Nou, een paar centimeter kleiner, oké. Nou, ik heb hier de bodemkist precies op maat gemaakt. Dus ik heb een bodem van 12 millimeter. En dan kan dit, die kleine stukjes, net zo breed. En de zijstukken, de dikte van die kopse kanten langer. Kijk, en dan krijg ik zo'n kistje. Dus als ik hier even terug, zo. Even controleren of ik goed gedaan heb. Ja, lijkt nog heel wat. En deze kan ik dan ook nog even zo erop zetten. En die spijkertjes, dat is eigenlijk niet de constructie, hè. Spijkertjes alleen maar omdat die lijm even op, of die plaatjes op zijn plek te houden. Ik kan dus die spijkertjes nu een stukje alvast inslaan. Leuk hamertje. Bijvoorbeeld zoiets. Er zijn mijn spijkertjes, deze. Dus ik sla hier ergens. En dan sla ik hem een beetje er doorheen. En dan straks dan sla ik die punt weer terug. Dan is hij precies gelijk met de onderkant. Nou, even een brilletje opzetten. Moet wel op het lijntje zitten natuurlijk, als ik uit het midden. Dan als ik gelijmd heb, dan kan ik met één slag zit hij er gelijk in dat andere kantje. Eigenlijk zou ik met 3 spijkertjes wel genoeg hebben. Okay. Steek die er onderuit en dan ga ik gelijk slaan. Dan zit hij gelijk met de onderkant en heb ik dan straks dit ingesmeerd, ik leg hem erop en de eerste slag die ik geef, die zit hij in dat hout, dat hij niet meer verschuift. Die lijm maakt hem glad, dat hij kan schuiven. Dus moet je dat spijkertje hier nog staan timmeren, dan sta je te harnessen. Ik kan dat hier opzetten. Ik zou eigenlijk met die kopse kant willen beginnen. Dan doe ik dat zo. Zo. En dan doe ik hier ook, nou, 2 spijkertjes is genoeg. Want ik ga straks lijmklemmetjes erop zetten en die moeten het weer strak aantrekken. Je kan er ook voor kiezen om die spijkertjes met de kop eruit te laten steken. Als dit erin, en dat je het later eruit haalt, dat er geen spijkers in zitten. Ik laat het lekker zo
erin zitten. Deze, dan doe ik er 3 in. Ik vind 4 toch te veel. Hoe bouw ik een kist? We nemen lijm. Zo. Nou, spijkers terugslaan. Zo. Hij moet voor en achter precies gelijk zijn. En onder gelijk. Ja. En deze. Ze zijn nog niet helemaal precies even breed als. Dat gaat nog niet goed. Nu kan ik het nog corrigeren. Even aan mijn afkortzaag een klein stukje afhalen, want het steekt iets uit. Ja, zo gaat hij goed. Oké. Kijk, die lijm moet het wel houden, uiteindelijk. Even kijken dat ik de goede kant uit ga. Gaan we dit doen. Kijk.
En dan sla ik met de hamer dat die goed gelijk loopt. Zo. Ik ga ook even kijken of die haak staat. Nou, nee.